Laatst vroeg mijn zoontje met angstige stem. Als iemand dood is, wat gebeurt er dan met hem? Nu ken ik wel iemand die daarover zegt. Wie dood is, die komt in de hemel terecht. Dus boven de wolken, dus altijd mooi weer. Met een bal in het gras en ijsjes, meneer. Maar weer iemand anders vertelde zo waar. Als je dood bent, dan komt er een tovenaar. Dan tovert die aan je, dan word je een dier. Een mus of een tijger, een leeuw of een mier. Zelf mag je kiezen welk dier je wilt zijn. Een kraai of een olifant of een konijn. Maar op een morgen ben ik gegaan naar een man die heel oud was, dus gauw dood zou gaan. Of ik een dier word, zei deze man, of in de hemel kom, ik weet er niks van. Maar als ik dood ben, is het eerst wat ik doe. 100 jaar slapen, want ik ben moe.